aflevering van Stuco Koken. En we gaan vandaag voor jullie maken een lekker bekje met aardappelsalade en zelfgemaakte remouladesaus. Wat zijn de producten, Jules? Pangafilet, patentbloem, kruidenboter, viskruiden, zonnebloemolie, Griekse yoghurt, vastkokende aardappelen, shallotten, augurkjes, kappertjes, dille, bieslook, mayonaise, mosterd en een eitje. En een volle Amsterdammer. Jullie hebben de producten gezien en dit gerecht vergt niet veel bereidingstijd. Het enige wat er moet gebeuren is heel veel snij en aardappels moeten koken. Dat is het enige waar je even op moet wachten. Waar gaan we mee beginnen dan? Ik ga even zonnebloemolie opwarmen. Dat is het belangrijkste. Het duurt even, dus begin daarmee. Gebruik een pan met een dikke bodem, het liefst een frituurpan. Giet onder de mij 3 liter zonnebloemolie in de pan, best een fikse laag. En vervolgens aan het einde zet je pas het gas aan. Hoppakee. Het frituurvet staat aan. Het andere wat ook op het fornuis moet gaan gebeuren is het kokend water. Dit is om de aardappelen in te koken, dus ook die gaan aan. Zet hier ook een afzuigkap bij aan. Dat is even vriendelijk voor je huisgenoten of je ouders. Anders ruikt heel het huis weer naar frituurvet of naar de cafetaria. Dat wil ik niet hebben. Lekker pokkerrie! Voor de pangafilet gebruiken wij een bierbeslag. Wat hebben we daarvoor nodig? De bloem, om te beginnen, heel belangrijk. Mag je bijna een heel pak bloem voor gebruiken, dus doe het een beetje uit de losse pols. Een vol vaasje, hartstikke lekker. De kraag is weer mislukt, maakt niet helemaal uit. Heel belangrijk, peper en zout, die pak ik er zo bij. En wat heb ik nog meer nodig voor het bierbeslag? Kruidenboter, naar het recept van oma Mel. We gaan dat ook voor het eerst proberen, maar het blijkt heel lekker te zijn bij de pannafilet. Uit de losse hand gooi ik een beetje patentbloem in een wat grotere kom. Gebruik een grote kom, want het is een beetje kneedwerk. Het wordt een iets dikker beslag dan pannenkoekenbeslag. Hou die richtlijn een beetje aan. En dan begin je met gieten. Niet gelijk de hele. En gewoon roeren. Kan met de hand, ik ga er toch even een lepel bij pakken. En de kruidenboter. Heel bakje mag erbij. En als laatste toevoeging een bruin ei. Oké, het bierbeslag is klaar. Laat hem even rusten en doe dat koud. Zet ik hem nu even in de vriezer. Sorry, gewoon in de ijskast. Vriezer dan de vriest die helemaal moet je hebben. Het water kookt. Even goed zouten weer. Geeft de aardappeltjes wat extra smaak. Je zou ook een bouillonblokje kunnen toevoegen tijdens het koken. Dat doe ik ook vaak. Hou helaas niet in huis. Ik ga nu beginnen met een remouladesaus. Daarvoor pakken wij 4 eetlepels Griekse yoghurt. Ja. 4 eetlepels mayo. Leuk zo'n bakje voor decor, zit er alleen niet genoeg in. Ja, maar dit doen. 1 theelepeltje mosterd. Een beetje meer gauw van een scherpe saus. En ondertussen. Ja. Ondertussen snij ik een kleine cornichon. Eentje gebruiken. Lekker met de losse pols, zo klein mogelijk. Blijf altijd voorzichtig, hè? Dus als je niet geprofessioneerd bent, gewoon blijven kijken. En als we toch zo bezig zijn met de Franse termen, leg ik hem alvast voor jou klaar, Joe. 1 eetlepeltje kabertjes. Kabertjes. Oh yeah. Terwijl ik hier mee bezig ben, met het chippen van alle kappertjes en de cornichon. Hou één ding in gedachten. Als je schuift met je mes, schuif altijd met de achterkant. Dus schuif je product die je aan het snijden bent naar de zijkant met de achterkant van je mes. Anders wordt je mes bot en dat wil je niet. Gaan we weer even checken of het frituurvet zonnebloemolie onderhand op goede temperatuur is. Hanteer weer 170 graden. Deze keer stop ik een houten mes erin. Die is nog niet in orde. Alle producten zitten erin. Jules heeft alles mooi gesneden. En dan gewoon mooi doorroeren.
doe het daarna lekker in een klein schaaltje, dan ziet er wat leuker uit de tafel. Je vais espérer, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Hey, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Je suis en train de faire onderhand heb ik even voorbereiding getroffen voor de pangafilet. Dan denken jullie waarschijnlijk, wat doet je allemaal in zijn vrije tijd? Maar we gaan fileren van pangafiletjes hoor. Nee, dat is een beetje kut. Stop even de pangafilet aan de allebei de kanten in de tentbloem. Dat doe je omdat hij dan beter blendt en bindt met het bierbeslag. Voordat je hem in de frituur stopt. Hoeft niet per se, bindt net wat beter. Ik heb buiten lekker koken, gezellig biertjes drinken met mijn vrienden nog een gave. Normaal doe ik met druiven nu voor kappertjes. Gaat nooit fout. Wat ga je doen? Even een klein sjoertje snijden. Bon, hier, 1, 2, 3. Met een klein zeertje erbij. Zo deed ik dat vroeger ook altijd bij de Chinees, toen ik daar werkte. En bij Chinees werd? Ja, deed ik met sushi rollen. En heel soms met vuurwapens. Ondertussen ben ik even de shallots aan het snijden. Dit doe je op dezelfde manier als een ui snijden. Dat heb ik in de vorige aflevering al laten zien. Ik noem het de manier van de hogeschool. Trek het eerste laagje eraf. En snij hem alvast even naar binnen. En dan rustig in ketting insnijden hier. Hoppa. Net als de vorige keer. Kijk uit voor je vingers. Eén keer zo. En dan choppen. En hoe vaker je dit doet, hoe handiger je erin wordt. Het is echt zo. Jules was ook niet goed voor me. Wieger was ook niet goed. Jeetje. Het is echt heftig. Het is echt heftig. Ja. We gaan nu beginnen met het maken van de aardappelsalade. Daarvoor 6 eetlepels Griekse yoghurt weer. 4 eetlepels mayonaise, zoals Jules dat zo mooi zegt. Mayonaise. En 2 theelepeltjes mosterd. Daarnaast gooien wij er ook nog een gesnipperd charlotje doorheen. En 5 grote gesnipperde augurken en 2 teentjes knoflook. Die gaat Sjoe even voor jullie snijden. Nu ook 5 verschillende augurken. Oké, augurken ook nog. Hartstikke. Bon. Blijf ook de dressing van de aardappelsalade tussendoor een beetje peper en zout. Doe het op smaak, niet te veel. Je ziet dat in zo'n studentenhuis zout best snel gaat. Hou ervan. Dan kunnen we weer meer drinken, dorst van, lekker duur, bier. Komt er nieuw bier aan? Hey! Jules heeft de knoflookjes en de augurk ook gesnipperd. Die gaan dus samen met de shallot die ik er net al had ingedaan. Bij de rest van de dressing. In één keer goed. Ongeveer. Aardappels zijn klaar. Dus afgieten maar. Ik ga nu de aardappels snijden voor de aardappelsalade. Wij doen het lekker met schil. Het ziet er iets begonnischer uit. En kost ook minder tijd. Dat is lekker makkelijk. Maak wat blokjes van ongeveer een centimeter. Als je wat groter wilt, doe wat groter. Als je wat klein, doe wat kleiner. Mooie blokjes. Top. De aardappels zijn gesneden. Ik ga de dressing erbij gooien. We gaan allemaal lekker doorheen. Zorg wel dat je aardappels afgekoeld zijn. Ik heb ze heel even in de koelkast gezet. Je kan ook gewoon wat eerder beginnen. Dat is top. Daarna. Dillen. Onderbij 15 gram. En bieslook om er nabij 15 gram. Dat is best wel wat, maar we hebben ook een kilo aardappels. Niet van die lange sprieten, dat is niet mooi. En dan is het even doorroeren en klaar. Ik haal de panga's door het bierbeslag
En laat ze heel even hier in leggen. Je kan ook direct vanuit het bierbeslag de frituur ingaan. Maar met 6 parmafilets tegelijk doe ik dat op een andere manier. Haal je hem eruit. En dan is het belangrijk dat je hem er rustig in legt. Even schud, zodat hij niet gelijk gaat koeken aan de bodem. En dan rustig loslaat. Kijk uit voor je vingers en dan laat je hem gewoon even gaan. Pang je in de pan. Draai tussendoor de pang maar even om, zodat ze aan allebei de kanten even gaan draaien worden. En doe dat altijd met een ijzer. Metaal. Ik weet niet, goed niet. In ieder geval geen plastic, want dat smelt in de pan. Het geduld van onze huisgenoten begint ook op te raken. Ze vragen of ze alweer mogen gaan gamen en al. De pangerfilets, we zijn klaar. Zo deelt de laatste nu uit. Aardappelsalade. Staat klaar, ziet er super mooi uit. Remoulade-saus erbij. Hier nog een klein bakje, dat zijn de viskruiden. Die gaat Sjoerd er nu overheen doen. Joppe! Mo! Even aankomen! Alles is af. Ik wil even een close-up hiervan, want dit ziet er super mooi uit. Borden klaarstaan. Mo, Eva, Joppe, ze eten allemaal mee. Ju eet mee. Wij gaan lekker genieten. Maak de molen nog één. Het is natuurlijk ook koken. Avec toi.